De klant was aan het werken in Brussel. Ze hadden gevraagd, mogen we hier boren? Ja, want er zit niks van kabels of van buizen. Die heeft daar geboord en die heeft daar al de kabels doorgeboord. Die heeft gebeld naar mij. Frankie, ik zit in de miserie. Dat was de zaterdagavond. De zondagmorgen om 6:30 stonden wij hier in het filiaal. De klant en ik. Wij hebben de karren genomen. We hebben daar alle kabels dat we maar kon denken. Die zouden daar kunnen inzitten. Die heeft terug naar daar gegaan met zijn mannen. En de zondagavond werkte alles terug. Dat was bij Randstad in Brussel. En de maandagmorgen hebben al de bedienden die daar werkten terug kunnen werken. En dat is dat tikkeltje extra service dat je geeft aan die klanten. Waar dat je dan ook weer de maandag, de voldoening, een dankuwel krijgt. En dan moeten we in feite nog meer doen dan elkaar een keer een dankuwel kunnen zeggen. Een tijd terug kreeg ik de vraag voor een probleem met een dakventilator van Michel. Die eigenlijk een klant was van een ander filiaal, maar die in feite tamelijk veel aan de kust zit te werken. Dat is allemaal tamelijk rap in orde gekomen. Michel heel tevreden. En ik heb toen in de loop der tijd met hem zo'n band gesmeed, ook met zijn collega, dat we zelfs al buiten de uren een keer te samen komen. Bijvoorbeeld in Dardenne was hij daar voor een motorrit te doen. Ik woonde daar ook in een huisje en men te samen komen, men te haar iets gedronken. Een keer met de motor zou ik weggaan. Michel is een vervent motoliefhebber en dat is een mooie aan de zaak. Ik zit hier 28 jaar. Ik heb dat altijd met hart en ziel gedaan, de job. Als je ziet wat de voldoening dat je daar kunt uithalen. En niet enkel en alleen hier ter plaatse op het werk, dat sowieso. Maar dan ook buiten het werk, als je links of rechts op café gaat, je komt iemand tegen. En dat is het leuke eraan.